176 mannen, vrouwen, jongens en meisjes kwamen om het leven toen het SLM-vliegtuig vandaag, 30 jaar geleden, neerstortte. De hele Surinaamse samenleving was in rouw gedompeld, want dit was nog nooit in Suriname voorgekomen. Het toestel stortte neer op 7 juni 1989 in de mist in de buurt van luchthaven Sanderij. Onder de doden waren 15 spelers van het Nederlands kleurrijk elftal, een team met profvoetballers van Surinaamse afkomst. De herdenking van de vliegramp wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal. Roy de Miranda, voorzitter van de stichting, werpt een terugblik op de vliegramp en hoe Suriname als land omgaat met het resultaat van deze noodlottige ramp. Die niemand had gewild. Het is ons overkomen. En wij moeten er toch mee zien om te gaan. Al 30 jaar inmiddels. Ik wil vooral benadrukken dat het ons een heleboel doet om na zoveel jaren herdenken eindelijk een chemie, een symbiose te hebben gevonden met de trots van de Suriname in het luchtruim. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Ik ben u zeer erkentelijk voor dit samengaan, waarvan ik de hoop uitspreek dat het in lengte van tijden voortgaat op nader te bepalen manieren, overleg, hoe wij dat samen gaan doen. Iedere keer op een andere manier. Roy de Miranda. Volgens Gerard Lau, algemeen directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, is 7 juni een zwarte dag en een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de SLM. Volgens hem mag zoiets nooit meer gebeuren. U hoort ook vicepresident Ashwin Adin, die benadrukt dat na de vliegramp de verbijstering en verslagenheid groot was. Deze rampzalige gebeurtenis was van internationale omvang, zegt Adin. De jaarlijks terugkerende herdenkingsdiensten en ceremonies bieden enige troost aan nabestaanden. 10 jaar geleden, op 7 juni 2009, is bij de herdenking van deze vliegramp, bij dit monument, door onze inheemse broeders een Poer Blakka ritueel gehouden. Dit ritueel was speciaal omkleed met de deelname van vertegenwoordigingen van de verschillende geloofsovertuigingen van de slachtoffers en ook de geestelijke leiders kwamen aan het woord. Elk leven dat zo onaangekondigd, zonder ziekte en tragisch aan een einde komt, is zeer betreurenswaardig. Vanwege de kleinschaligheid van Suriname was al gauw duidelijk dat haast iedere Surinamer, zij het zijdelings, een dierbare heeft moeten betreuren. Een buurman, diens familie, een kennis, een oom, tante, nicht, neef, een collega. Ik zou de relaties verder kunnen benoemen. Alles vicepresident Ashwin Adin en daarvoor zag u Gerard Lau, algemeen directeur van de SLM. Ze spraken vanmorgen tijdens de herdenking van 30 jaar vliegramp in Suriname. De herdenking vond plaats bij het monument van de vliegramp aan de Jagannath Lachmanstraat.